Alexander heeft een penthouse gekregen. Ja, dit is alles wat ik krijg, weet je wel. PVV, arme luizenpartij. Maar ja, ik ben er blij mee. Martin, hi. Wat? Nou, liever niet. Wat is er aan de hand, jongens? Niet met zo'n camera. Ik heb echt geen zin in. Het parlementaire jaar is voorbij. Ik heb het al een beetje gehad met alle publiciteit. Ja, maar ik dacht dat wij welkom waren voor een interview. Je staat ons altijd te woord. Ja. En nu kunnen we ook bij jou thuis even langs. Niet andere keer, oké? Ja, Martin, nu niet zo flauw. Nee, even snel dan. Ik bedoel, ik heb ook al andere dingen te doen. Nou, dankjewel voor het warme welkom, Martin. Ja, nou ja, jongens, jullie komen een beetje onaangekondigd binnen. En ik ben niet overal zomaar een publiek figuur. Dat is gewoon privé, weet je wel. Dat is gewoon... Ik heb dit gekregen en ik zit een beetje privé op de bank te zitten op het ogenblik. Ja, je hebt het gekregen, hè, Martin? Hoe zit dat eigenlijk? Ja, nou ja, een cadeautje van... We krijgen allemaal eens een cadeautje. Ja, je doet dus wat voor mensen en je ontmoet eens iemand en je schudt eens een hand. En dan zegt iemand van, nou weet je wat, hier heb je een appartementje. Dat heb jij toch ook wel eens? Dat overkomt ons allemaal toch wel eens? Nou ja, Alexander heeft een penthouse gekregen. Ja, dit is alles wat ik krijg, weet je wel. PVV, arme luizenpartij. Maar ja, ik ben er blij mee. Ja, een enkele keer stemmen we dan anders dan voorspeld. Maar ja, jongens, moeten we nou op elke slak zout leggen, weet je wel. Dat is gewoon de politiek tegenwoordig, weet je. Je moet een beetje met je tijd meegaan. Cadeautjes en appartementjes, een beetje schuiven. Kom op, zeg. Wil je iets drinken? Ja, lekker. Wat heb je? Even kijken wat we hebben. Champagnetje uit Rusland. Lekker. Trek jij hem open? En krijg je vaak zo'n flesje eigenlijk? Nou ja, weet je wel, ik krijg wel eens wat, weet je wel. Cadeautje met Serge, met de Canadese ambassade, weet je wel. Ja, er blijft wel eens wat in de strijkstoel hangen. Maar voor jou is dit natuurlijk geen speciale gelegenheid. Er gaat elke dag zo'n fles open. Oké. Zonde, zeg. Ja, weet je, dat is gewoon... Je maakt er meteen weer zo'n bende van, weet je wel. Je komt hier onuitgenodigd binnen, ik weet nergens van. Ik zit hier een beetje gezellig in mijn appartementje en het is gewoon een ongelofelijke... Nou, ik zag nog 3 kisten van dat spul staan, dus ik denk dat het wel meevalt. Toch gratis, toch? Het is toch een cadeau? En het is allemaal privé, weet je wel. Het is allemaal privé. Nou, champagne. Om te vieren dat je weer weggaat. Waarom eigenlijk plastic glazen? Ja, dat is gewoon om GroenLinks een beetje een hak te zetten. Hè? Gewoon 1 keer gebruiken en weggooien? Ja, en daarna weer nieuwe. We proosten op de Nederlands-Canadese betrekkingen, want die zijn nog nooit zo goed geweest. Cheers. Ze hebben ons bevrijd en wij bevrijden ze van hun appartementje. Op je gezondheid. Op je gezondheid. Welke foto heb je het meeste gevoel bij? Is het meest speciaal? Nou ja, dat is toch Ton Elias natuurlijk. Ton is ook een man die van het leven houdt, weet je. Van gezelligheid, het betere Bourgondische werk. Je geeft elkaar wat wijn, je neemt wat wijn, je geeft elkaar een appartementje. Ja, zoals we allemaal leven. Gewoon zoals het hoort in Den Haag. Hij is eigenlijk jouw voorbeeld. Ton is in alles mijn voorbeeld. Als we het dan hebben over cadeautjes die je krijgt en niet opgeeft in een geschenkenregister, waar moet ik dan eigenlijk aan denken? Ja, hebben dingetjes. Wie krijg je dan? Het is allemaal... Zo gaat het. Zoals deze champagne. Ja, het is blijkbaar zoals het werkt. Je kunt gewoon een appartementje krijgen. En als je een fles wijn van €51 krijgt of een hebben dingetje van €51, moet je het opgeven. Moet het in het geschenkenregister bij de Tweede Kamer. Maar als je een appartement krijgt van een paar ton, dan hoeft dat blijkbaar niet. Nee, ja, nou, jij geniet er ook van als ik het zo zie. Ja, accepteer dat. Ik denk, nou ja, oké, weer een appartementje. Het zij zo. Ja, want op hoeveel zit je nu eigenlijk? Hoeveel appartementen heb je? Dat is echt niet voor de publiciteit, weet je wel. Maar ze vliegen in het rond.